Zoals we eerder hebben aangekondigd, hebben we John Clay in de studio. Hij is niet alleen, hij is samen met Consuela. We gaan nu naar studio 2 voor het interview. Goedemiddag John en welkom bij ons in het programma. Goedemiddag. Goedemiddag. John, laten we beginnen bij jou. Je bent geen onbekende in de showbiz. Hoe lang ben je al bezig voor degenen die het nog niet weten? Ik ben in 2001 begonnen. Dus dan is dat even calculeren 22 min 1 is. 21 jaar. Oké, John. We kennen jou onder andere ook van de Casimax House Band. Maak jij nog deel uit van deze formatie? Ja, ik ben nog steeds lid van Casimax en dat is al 15 jaar plus. En Consuela, kan je vertellen wie jij bent? Ja, ik ben Consuela Wongsocario. Ik ben woonachtig in Nederland en op het moment op vakantie hier in Suriname. Oké. Jullie zijn vandaag hier om jullie nieuwe single te promoten. Hoe is deze collab tot stand gekomen? Dit is spontaan tot stand gekomen een half jaar geleden, toen ik hier ook op vakantie was. We gingen samen in de studio wat producties luisteren en toen is dit ontstaan eigenlijk. Ik werk al lang samen met Con, dus voor mij is het gewoon as usual, heel vlot, heel spontaan en flexibel. Waarover gaat jullie song? Gaat over positive vibes en de vibes die iemand je geeft, voornamelijk over de liefde. Ja, klopt. Ja. Het is een love reggae song en liefde is divers, zeg ik ook wel. Je krijgt vibes op verschillende manieren in de liefde. Bij haar is het anders, bij mij is het anders. Maar liefde is gewoon breed. Oké, en is het de eerste keer dat jullie samenwerken? Nee, het is niet de eerste keer. In 2011 hebben we samen een ander nummer uitgebracht. Dus het is niet de eerste keer. Hoe ziet de toekomst voor deze collab eruit? Mogen de Serena Manx nog meer verwachten van jullie? De toekomst in ieder geval voor deze productie ziet er, zoals we nu hebben mogen horen van alle supporters, is het zeker positief. Dus wie weet dat Suriname en de wereld meer van ons zal horen in de toekomst. En Consuela, we hebben vernomen dat jij nu op vakantie bent. Bevalt het je het hier? Zeker, het bevalt heel goed. I like the Suri vibes. Hebben jullie tot slot een boodschap naar degenen die nu bezig zijn met muziek? Voor degenen die bezig zijn met muziek is, als dit echt je passie is, ga ervoor. Kijk vooral naar de mensen naar wie jij opkijkt en probeer van elkaar te leren. Probeer ook met elkaar te delen en probeer elkaar te supporten daarin. Ik denk dat sowieso in de community heel belangrijk is om elkaar te supporten en elkaar mee te nemen. En ja, niet alleen dingen, maar ook positieve feedback. Maar kan iets beter, deel dat ook met elkaar. Want we kunnen zo samen met elkaar groeien. Ja, en van mijn kant is het echt kort. Als je bezig bent met muziek, geef niet op. Want mijn instelling is, als het niet goed genoeg is, maak ik hem beter. Oké. Dan de eer aan jullie om jullie eigen song aan te kondigen met natuurlijk een stukje a cappella. Oké, dag allemaal. Is John Clay en Consuela. Hierbij kondigen we aan jouw vibes. Yes. Lobby feel that you knock me. You ain't knock me like bliksem. But you will sell it your favor. Ik zal wel alles voor je fixen. Je bent mijn teddy bear. Ja, ik zeg het weer. Mijn thunder body. Het toekomst met jou, me wani. Yeah. Ik voel wat ik voel en dat voelt zo alive. Zo alive. Als ik samen met jou ben, dan voel ik. Speciale momenten druk je op record. Challenge every moment, cause life is too short. Repeat en beleef het moment. Iedereen ziet dat jij de ware voor mij bent. Je doet wat je doet, ja alleen voor mij. Je hebt de remote van mijn hart.
We gaan niet op rewind, dat is verleden tijd. Forever we will never be apart. Want je moet het weten. Doe dat op het heden. Los pan na ga sa desa mai taki. Voelt wat je voelt, ja alleen voor mij. Kijk niet naar die tijd, ja die vliegt voorbij. Dit gaat over jij en ik. Samen leven, samen delen is die klik, die sap dat. Mijn liefde is voor jou alleen, mami. Dus ik wil je echt niet om die vriend. Dus ja, loop je dan aan mij hier ati. Die sap dat na you me wani. Yeah. Ik voel wat ik voel en dat voelt zo alive, zo alive. Als ik samen met jou ben, dan voel ik. Too short, repeat en beleef het moment. Iedereen ziet dat jij de ware van mij bent. Ik voel wat ik voel en dat voelt zo alive, zo alive. Als ik samen met jou ben, dan voel ik jouw vibe, jouw vibe. Speciale momenten druk je op record. Challenge every moment, cause life is too short. Repeat en beleef het moment.